Nederland werkt aan verduurzamen en vergroenen van het klimaat. Met innovatieve energieoplossingen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast hashtag Nieuwe Warmte van Eneco ga ik kijken hoe de warmtetransitie in de praktijk wordt gebracht. Op grote bekende locaties in Nederland. Trots. Ik heb een ontzettend trots gevoel. Ja, ik ben heel blij met wat ik zie. Het zijn allemaal plekken waar partijen samenwerken om tot klimaatneutrale energieoplossingen te komen. Ja, hier staan de warmtepompen. Vandaag ben ik bij Edge Amsterdam West. Een iconisch en energieslurpend jaren 70 gebouw dat is verbouwd naar een state-of-the-art energieleverend kantoorgebouw. Mijn naam is Mayele Chaban. Ik ben director projects bij Edge. En dat houdt in dat ik onder andere verantwoordelijk ben geweest voor deze herontwikkeling. Precies, en we staan ervoor. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Eerst naar Ronald. Ronald, vertel eventjes wie je bent en wat je precies doet. Oké. Mijn naam is Ronald Dikstaal. Ik ben ontwikkelaar energieprojecten bij Eneco. Dat houdt in dat ik me bezighoud met alle duurzame investeringen van Eneco in warmte-koude systemen in Amsterdam. Dat gaan we terugzien in dit pand. We gaan zo meteen naar binnen. Ik kan niet wachten om te kijken wat daar allemaal te zien is. Maar eerst eventjes, wat is dit Edge Amsterdam West? Wat komt hier? Ja, we staan hier voor een gebouw wat is herontwikkeld. Het is een gebouw oorspronkelijk uit de jaren 70. En dat hebben wij eigenlijk helemaal uit de jaren 70 naar de 21ste eeuw gebracht. Precies. En hoe heb je dat gedaan? Eventjes een paar dingetjes. Want we zien al, we staan eigenlijk onder de luifel. De hoofdingang is hier. We zien het al onder andere aan het muurwerk, aan de ramen. Vertel, waar ben je het meest trots op? Waar we het meest trots op zijn, dat zie je eigenlijk niet eens van de buitenkant. Dat is aan de binnenkant. Dat is het atrium wat we hebben gecreëerd, wat in eerste instantie een buitenruimte was. Maar ik denk in algemene zin, waar ik heel trots op ben, is dat wij een gebouw wat eigenlijk zo oud was en ja, zo nietzeggend en bijna een beetje afgeschreven, echt weer nieuw leven in hebben kunnen blazen. En dat hebben we kunnen doen op een hele verantwoorde, duurzame, slimme en gezonde manier. Oké. En wie komt hier allemaal te zitten? Het zijn allemaal verschillende huurders. Dus één daarvan is het pensioenfonds ABP, maar ook Alliander, APG, Signify, Intertrust en Boringer. En er is nog een klein stukje over. En wanneer kwamen jullie aan boord als Eneco? Wij kwamen medio 2017 aan boord. Toen was Edge bezig met de herontwikkeling van het pand. En wij zijn eigenlijk ingestapt in het bouwteam om te kijken op welke wijze wij de duurzame warmte-koude in eerste instantie konden verzorgen. Oké. Zullen we naar binnen gaan? Graag. Misschien nog één punt, hè, want Mayele heeft het over het gebouw wat het nu is. Ik ken het gebouw uit het verleden. Toen was het echt een soort honingraadgebouw, een heel oud gebouw. En ja, het is nu echt. Hoe zag het eruit toen? Ja, veel beton, veel hetzelfde. Een soort honingraadgebouw. En nu met het atrium is het echt geweldig pand. Super. Laten we gaan kijken. Nou, dit geeft een goede indruk, denk ik. We zijn naar binnen gelopen in de hal. Staan we nu? Omschrijf eventjes wat we zien. Ja, we staan nu dus wat wij noemen het atrium. Dit zien we ook een beetje als het wel echt het hart van het gebouw. Wat je hier ziet is een ruimte die wat vroeger een buitenruimte was. We hebben dat overkapt met deze atriumkap, waardoor het onderdeel is geworden van de binnenruimte. Ja, en ook echt functioneert als de ontmoetingsplek waar alle verschillende huurders ook faciliteiten met elkaar delen. Waar je informeel kan zitten, waar je kan lunchen straks, waar je kan vergaderen. Koffie drinken. Op niveau. Ja, dus er wordt nog eventjes gewerkt. Dus af en toe horen we nog, wat geboren op de achtergrond. Ja. Het is bijna af en het ziet er schitterend uit. Hoe is het nou als projectontwikkelaar? Want dan moet je ook aan de wet en regelgeving voldoen, hè, als het gaat om duurzaamheid. Ja. Hoe gaat dat? Is dat een uitdaging of gaat dat heel makkelijk? Wat kun je daarover zeggen? Ja, wat we eigenlijk hier hebben is dat we vrij vroeg in het proces wel de ambitie hadden. Eigenlijk die duurzame ambities die we hebben, die hadden we vrij hoog al ingezet. Het is alleen een proces geweest wat een aantal jaar in beslag heeft genomen. En je merkt eigenlijk dat gedurende dat proces ook onze ambities steeds een stapje verder zijn gegaan. Hè? Dus noem eens een voorbeeld. Ja, dus waar we eigenlijk begonnen zijn met het idee van we willen een duurzaam gebouw. Dus we zijn begonnen met bijvoorbeeld BREEAM Excellent. We hebben gezegd, BREEAM Excellent.
Dat is... BIM Outstanding, dat gaan we doen. Nou, leg toen... eventjes uit voor de mensen die niet weten wat betekent dat. Wat houdt dat in? Ja, dat is een duurzaamheidslabel. En op basis, ja, je hebt verschillende niveaus. Nou, vervolgens hebben we gezegd, van, nou, we moeten niet alleen op basis van het label kijken hoe duurzaam we kunnen zijn. Maar laten we kijken hoe we op basis van de energiehuishouding van het gebouw ook iets kunnen bereiken. Dus we hebben gezegd, van, nou, het moet super duurzaam zijn. Het moet energiezuinig zijn. Maar ja, laten we nou proberen om het niet alleen energiezuinig te maken, maar om het energiepositief te maken. Ja, nou. Maar dat zijn, jullie zijn altijd natuurlijk al een partij die, nou ja, het randje opzoeken, hè, ja. Die edge. Ja. Bij die edge zelf ook. We beginnen met outstanding, nog een stapje. Nou, volgens mij wel was dan de volgende stap. Klopt. Voor een stukje gezondheid in, ja. In het gebouw. Dat is ook gedurende het proces bijgekomen. Ja, dat kenmerkt ook, zeg maar, hoe jullie werken als partij. Welke advies kun je daar vanuit Eneco geven? Hoe gaat die samenwerking daarin? Edge en Eneco die kennen elkaar al, nou, ik denk 15 jaar. Ooit begonnen ergens in 2008 met een kantoor van KPM, KPM Teleport, hier een stukje verderop. En uiteindelijk heeft Edge ook het kantoor van Eneco ontwikkeld. En de samenwerking is, nou ja, echt nauw geworden bij de ontwikkeling van die Edge. Toen was het ook al BREEAM Outstanding en niet gewoon BREEAM Outstanding, nee. De hoogste score in de wereld. Nou, en Eneco werkt dan samen met Edge om de duurzame paragraaf op die manier in te vullen. Ronald, hoe werkt dat nou precies? Hè? Want ik kan me voorstellen dat jullie bepaalde plannen hebben die je net omschrijft. En vervolgens moet het ook uitgevoerd worden. Maar wie is leading? Is er überhaupt iemand leading of gaat het echt organisch samen? Uiteindelijk is Edge als opdrachtgever leading. En wij proberen met hem mee te denken samen met de adviseurs. Edge die huurt een adviseur in installatietechniek. Samen met die adviseur ga ik kijken op welke wijze we de ambitie van Edge kunnen verzorgen. Maar hoe bepaal je dan die ambitie? Hoe bepaal je van, dit is nog niet goed genoeg. We willen nog beter. Waar baseer je dat op? Ja, dat gebeurt wel echt organisch. Dus wat ik zeg, we hebben best een lange aanloop gehad naar dit project toe. En gedurende die ontwikkeling, je ontdekt ook wat de mogelijkheden zijn. En je ziet eigenlijk steeds waar je eigenlijk... Nou, je komt van de buitenkant, het was nog niet herontwikkeld. Dan denk je van, wat is het eigenlijk voor gebouw? Wat moeten we hiermee? En hoe meer we bezig waren met de planvorming, hoe meer mogelijkheden en kansen we zagen. En ja, we werden eigenlijk allemaal een beetje verliefd op het gebouw. Van, is het toch wel heel gaaf. En eigenlijk kan er best wel heel veel. Ja. En daardoor denk je steeds van, we willen niet, dus wat ik zeg, niet alleen maar op duurzaamheid uitblinken, maar ook op gezondheid. En niet alleen op gezondheid, maar ook op technologie. En zo gingen we eigenlijk steeds verder. En je merkt het al, we worden daar gewoon heel enthousiast van. Ja. Welk advies heb je van Eneco nodig daarin? Om dat te kunnen verwezenlijken? Wat wel echt cruciaal is dat, wij kunnen natuurlijk bepaalde ambities hebben en bepaalde plannen maken. Maar we hebben wel echt de expertise van partijen als Eneco nodig om het ook echt werkelijkheid te maken. Dus en dan gaan we met elkaar sparren en dan gaan we met alle experts bij elkaar zitten. Van, hoe kunnen we dit bereiken? En dat kunnen wij niet in ons eentje doen. Daar hebben we wel echt onze partners voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En is het dan ook zo, Ronald, dat je iedere keer aan die ambitie, dat je daar positief op kunt antwoorden? Van yes, dat kunnen wij als Eneco realiseren voor jullie? Nou ja, altijd is natuurlijk, dat is overdreven. Maar je probeert natuurlijk gewoon tot het uiterste te gaan om op deze manier zo'n mooie ontwikkeling te voorzien van duurzame energie. Dus wij beginnen met de warmte en koude en dan kijk je van, we kunnen energieleverend worden door het plaatsen van zonnepanelen. Maar op een gegeven moment, als het dak vol is, dan is het dak vol. Dat past er niet meer op. Dan ga je kijken, zijn er nog andere mogelijkheden? Nou, toen kwamen de solar carports op de parkeerplaats. Nou, als we dan zonnepanelen op de parkeerplaats, dan kun je ook misschien weer duurzaam laden met de auto's. Op die manier, we sparren gewoon met elkaar. Wat is mogelijk op de locatie? Kunnen we de bodem überhaupt in? Er zijn ook plekken in Nederland waar het niet kan. Nou, hier kan dat prima. Ja, dat is een wisselwerking. En we doen het ook niet voor de eerste keer. We doen het al 10, 15 jaar. Edge Amsterdam West is het 11e project wat we samen met Edge doen. Dus de partijen hebben ervaring. De partijen eromheen hebben ervaring met elkaar. En dat werkt gewoon prima. Super. Nog eventjes één punt. Dat is namelijk dat je zegt, we willen ook een gezond klimaat hier hebben. Tech speelt ook een rol. Eventjes over dat klimaat. Wat bedoel je daarmee? Waar zien we dat in terug? Ja, wat wij gedaan hebben is gezegd van, we willen dat de mensen die hier zitten, dat die hier prettig verblijven. En dat die hier lang prettig kunnen verblijven. En daarbij spelen factoren als daglicht, verse lucht. Groen zie ik hier. Ik zie bomen staan.
Het zijn echte bomen, neem ik aan. Het zijn echte bomen, ja. De mogelijkheid, eigenlijk niet alleen de mogelijkheid, maar ook het stimuleren van beweging. Hè. Dus je ziet die vier grote, die vier trappenhuizen in het atrium. Die nodigen eigenlijk de mensen uit om de trap te nemen in plaats van de lift. Ja, want even voor de podcastluisteraars, het is in het zicht. Hè. Dus ik zie, we zien bijvoorbeeld, boven zien we nu mensen naar beneden komen. Dus als je dat ziet, stimuleert dat misschien ook wel om zelf ook de trap te nemen. Ja, en dat als je denkt van, als je één verdieping omhoog moet, denk van, dan pak ik even snel de trap in plaats van op de lift te gaan staan wachten. Dat zijn allemaal hele kleine dingen die je kan doen om de gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven straks te verbeteren. Super. Maar ook inderdaad, jullie maken ook meestal in jullie gebouwen een atrium voor die verbindende functie dat mensen elkaar zien en ontmoeten. Dat hebben jullie in ons eigen kantoor gedaan, in The Edge. Ja. Hier weer hetzelfde. Ja. Dus dat betreft beetje handelsmerk volgens mij van jullie, het atrium. Oké, dus als je op meer plekken komt, dan herken je eigenlijk de handtekening, als je het zo wil noemen, van Edge, herken je dan? Ja, ik wel in ieder geval. Hey, nog even één dingetje. Want jij zei net van, we willen iedere keer meer. Maar nu heb je denk ik, alle knopen moeten doorhakken. En de techniek, zo gaat het altijd, gaat maar door en door. Is dit pand ook gemaakt dat je kunt denken, als er nu nog iets totaal nieuws komt, dan kunnen we dat hier, we hebben daar rekening mee gehouden, dan kunnen we dat aankoppelen of dat kunnen we dat integreren. Ja, dat hebben we ook gedaan. Dat is het stukje technologie eigenlijk wat we hebben geïntegreerd. We hebben een zogeheten backbone als onderdeel van onze installaties ingebracht. Wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk een soort van installatie highway, zo moet je het maar eigenlijk zien. En daar kun je allerlei functies en functionaliteiten aan koppelen. Okay. Dus een van de dingen die er nu in de basis in zit, is dat we zeggen van, je kan met je smartphone kun je een app downloaden. Die verbindt met de locatie. Hè. Die kan lokaliseren waar je bent in het gebouw. En op basis daarvan kun je bepalen van, wil ik iets meer of minder kou? Wil ik iets meer of minder licht? En dan kun je op basis van jouw eigen werkplek preference kijken van, hoe ga ik mijn werkplek inrichten. Maar daar kun je ook allerlei andere functionaliteiten aan koppelen. Zoals bijvoorbeeld het bedienen van de liften of toegangscontrole. En dat zijn allemaal dingen die je dan aan die backbone eigenlijk kan inpluggen. Maar ook een stukje schoonmaak. Als een ruimte niet gebruikt is, dan hoeft er niet schoongemaakt te worden. Ook daar zie je natuurlijk een stukje servicekosten of exploitatiekosten die verbeterd kunnen worden. Precies. Voor jullie fijn dat dit zo gemaakt is? Want dan kunnen jullie misschien ook wel in een bepaald opzicht van profiteren. Dit soort functionaliteiten zitten met name aan de binnenzijde, maar het betekent wel natuurlijk ook iets voor de warmte- en koude opwekking. En op die manier kun je nog duurzamer je warmte- en koude maken op de momenten dat het ook echt nodig is. Ja. En niet dat je het hele gebouw warm stookt, terwijl het eigenlijk helemaal niet voorzien van koud, dat het niet nodig is. Oké. Nou, volgende ruimte die we bekijken. Wat is dit eigenlijk waar we zijn? Ja, we zijn hier in de kelder van het gebouw op -1. En dit is de techniekruimte waar een deel van de WKO-installatie staat opgesteld. Ja, belangrijke ruimte dus van het pand. Ja. Want Ronald, wat staat hier allemaal zeg? Hier staat, wat Meijer al zegt, het hart van de technische installatie. De warmtepompen staan hier. Twee warmtepompen voor de technici onder ons. Hier wordt de koppeling gemaakt met de binneninstallatie. En het lijkt wel een balzaal zo groot. We maken dat wel eens anders mee. Dat is wel een van de voordelen van dit gebouw. Dat we echt alle ruimte hebben om onze installaties neer te zetten. Precies, en je zegt het is ook een deel, zei jij. Hè? Er is dus nog meer. Ja, hier staan de warmtepompen. Die maken het water wat uit de bodem gehaald wordt. Die maken dat naar de juiste temperatuur. Dus de bronnen liggen buiten. Wij halen water van 220 meter diepte halen we naar boven. Dat komt in de warmtepomp en die maakt daar warm en koud water in, wat de binneninstallatie ingaat. En waarom hebben jullie voor die warmtepomp gekozen? Want er zijn verschillende soorten warmtepompen die je kunt inzetten. Ja, een water-water-warmtepomp die gebruik je bij een WKO-bron. Dus een broninstallatie. Een luchtwaterwarmtepomp die maakt gebruik van de lucht. Op het parkeerterrein staat de buitenunit van die installatie. Die is ook mooi geïntegreerd in de solar carports. Dus het is één geheel geworden. Oké.
Kun je zeggen, het kloppend hart, als dit wegvalt, dan hebben de mensen boven... Hebben ze echt wel een probleem. Ja, we hebben nog een noodvoorziening natuurlijk geplaatst. Maar ja, dit is echt wel het kloppende hart van de installatie. Oké, dan laten we nog even heel kort het geluid. Gewoon, dan zijn we even stil, laten even het geluid horen, wat er zo lekker rondzoomt. Ronald, wat zijn nou de uitdagingen die je bent tegengekomen gedurende het traject dat achter ons ligt al? De uitdagingen was met name ook natuurlijk kijken hoe we konden voldoen aan die energieleverende ambitie van Edge. Op het dak was er beperkte ruimte, dus daar moesten we naar kijken. Locatie van de bronnen moesten we ook goed in overleg met de aannemer en installateur doen. Ja, dat moet wel op de juiste plek gebeuren. Bij het boren hebben we ook wel wat uitdagingen gehad. Aannemer had zijn boorloods nog of zijn zaagloods nog op de plek staan waar de bron moest komen. Maar ja, dat team werkt ook al zo lang samen. Dus projectleider zei ook, aan een half woord hebben we genoeg om dingen met elkaar te regelen. Precies, en dat zijn hele praktische zaken. Maar zijn er ook op het gebied van duurzaamheid en het realiseren van doelstellingen nog uitdagingen geweest waar je toch van dacht van, oh, hoe gaan we dit nou oplossen? Nou ja, wat wij wel hebben meegegeven aan Eneco als een van de zaken die wij belangrijk vinden, is dat we wel allemaal graag op locatie wilden oplossen. Dus niet dat we PV op afstand of allerlei andere... Wat is PV? Zonnepanelen. Ja. Ja. Oké. Dat zijn allerlei hele geaccepteerde oplossingen. Maar daarvan zeiden we van, nou, we willen dat, gezien we eigenlijk best wel in een unieke situatie zitten, dat je een redelijk dakoppervlak hebt en een redelijk terrein, zouden we toch wel heel gaaf vinden om dat gewoon op ons eigen terrein op te kunnen lossen. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Ja, en uiteindelijk hebben we dus ook nu die solar carports geplaatst op het terrein. Nou, het dak ligt helemaal vol met panelen. De warmte-koude opslag samen met natuurlijk de gebouwschil zorgt er dan voor dat je energieleverend gaat worden. Ja. Er zijn nog best wel wat alternatieven die we hebben onderzocht. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken van, moet je misschien PV-panelen verwerken in het glas? Nou, hebben we onderzocht en dan kwamen we eigenlijk terug van, dat heeft zoveel impact eigenlijk op je daglichttoetreding en op allerlei andere dingen. Dan zeiden we van, dat is toch niet handig. Opbrengst was ook niet optimaal. Nee. Toen hebben we nog gekeken naar strips in de gevel. Ook onderzocht, ook niet optimaal. Ook die opbrengst is toch minder dan de oplossing die nu gekozen is. Nou, ja. Dus zo ben je eigenlijk gedurende dat proces steeds bezig van, hoe kunnen we dit op de beste manier oplossen? Precies, want we staan nu op de vijfde etage, hè, met zicht op het atrium. Ja. De grote centrale hal van Edge Amsterdam West. Wat voor gevoel heb je als je hier uitkijkt over wat jullie hier gerealiseerd hebben? Ik heb een ontzettend trots gevoel, ja. Ik ben heel blij met wat ik zie. En dat heb ik als ik naar beneden kijk, dat heb ik als ik naar boven kijk. Als je hier die licht en die ruimte en die lucht ervaart eigenlijk, die er voorheen gewoon echt niet was. Daar kan ik wel heel vrolijk van worden. Ja, Ronald? Ja, fantastisch. Fantastisch project. Gewoon heel trots dat we hier aan mogen meewerken. En ja... Ja, goed gelukt. Echt een plaatje van een project. En los van de trots kan ik me ook voorstellen dat dit we zitten natuurlijk met z'n allen in de energietransitie, dat dit een waanzinnig mooi voorbeeld is van hoe je het kunt aanpakken. Dat het dus echt te gek kan uitzien, maar dat je ook de meest innovatieve oplossingen hebt, die er op dit moment zijn in ieder geval, in die duurzaamheidsdiscussie. Nou ja, warmte-koude, zon, laden. We zijn aan het kijken of we nog extra zaken kunnen toevoegen voor de huurder. Hè? Dus extra laadpalen. Nou, ook daar is best nog wel een uitdaging. Hoe gaan we dat doen met de energieaansluiting? Nou, ook daar zijn onze mensen samen met de installateur van Edge mee bezig om te zorgen dat de huurderswensen ingevuld worden. En nog meer een extra stukje Eneco in het pand. Precies. Raakt eigenlijk wel een heel... leuk punt, hè? Dat inderdaad het helemaal niet stoffig hoeft te zijn als je het hebt over duurzaamheid en over energiezuinigheid. Circulariteit is ook een thema waar we hier best wel wat aandacht aan besteed hebben. Als je dat zo hoort, dan denk ik, geitenwolle sokken, daar krijg je een beetje een duffig gebouw van. Maar ja, dit bewijst wel echt het tegendeel, dat gewoon helemaal niet hoeft. Ja, hartstikke modern gebouw natuurlijk. Ja. Het is dat we zelf wel een mooi kantoor hebben, maar ik zou hier graag werken. Ja. Is er nog wat vrij?
Ja, zeker. Oké, dat is ook ik zal het ik zal het erover hebben. We hebben het er met de basis even over, ja. En dit was hashtag Nieuwe Warmte. De podcast van Eneco over het werken aan duurzame energieoplossingen. Je hoort het verhaal van Edge Amsterdam West. Op eneco.nl/nieuwewarmte zie je in een video hoe Edge Amsterdam West werkt aan verduurzaming. En ook vind je de andere warmte- en koelingprojecten waar Eneco op dit moment mee bezig is. In de volgende afleveringen ga ik op bezoek bij Papendal en in de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken. Je vindt de afleveringen in je podcast-app.